Volgens mij mogen we hem nu eruit halen van de draak. Ja, daar hebben we hem het meeste zwaard. Lekker, man. Vet, hoor. Ja, waar is Zelda? Is zo'n beetje de meest gebruikte comment onder mijn Pikmin-video's. Zoals je ziet ben ik verhuisd. Ik kon even geen Zelda-video's maken, maar nu wel. Ik heb dus geprobeerd om Ganondorf te verslaan. Je ziet het, ik ben in de dieptes, maar het lukt nog niet. Ik moet sterkere wapens hebben, sterkere armor. Oftewel, we gaan sidequests doen. En vandaag ga ik naar het Klaverblad. En waarom? Als je je duimpje omhoog doet en abonneert, vertel ik je dat gelijk. Of je kijkt gewoon naar de YouTube thumbnail, dan weet je het ook. Maar liken en abonneren is altijd aardig. In deze video ga ik op zoek naar het gouden paard van Zelda. Daar worden we niet per se sterker van. Maar het is wel heel handig voor de weg door Hyrule. Als eerste moet je hier de quests activeren die je samen met Pen gaat doen. Dat je overal naar de stallen toe gaat om daar sidequests te gaan doen. En de volgende stal waar we naartoe willen... Die ligt ongeveer hier. Eigenlijk moet je gewoon deze weg volgen. Ik heb al een ander paard. Ook een heel cool paard. What up, paard. Maar het gouden paard van Zelda is natuurlijk veel cooler. En ook sneller. Ja, en terwijl we naar het paard op zoek gaan, kan ik jullie vertellen dat ik heb geprobeerd om Ganondorf te verslaan. Maar dit is nogal een dingetje. Ik heb het idee dat ik misschien nog niet helemaal sterk genoeg ben. Ik heb nog niet helemaal de juiste gear en wapens misschien. Dus we hebben nog behoorlijk wat Zelda-video's voor de boeg. Laat even weten in de comments wat jij vindt dat ik moet gaan doen om sterker te worden. En misschien zo Ganondorf makkelijker te kunnen verslaan. Dan gaan we dat gewoon samen doen. Ik heb jullie hulp nodig, jongens. Ik ben trouwens wel even nieuwsgierig waarom hier dit huisje staat. Jogo die zegt, komt iemand ons redden? Je kunt nog steeds de monsters horen. Doe niet open zolang je monstergeluiden kunt horen. Oh, 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 oh. Kijk, daar zijn de monsters. Hatsie, klatsie, klatsie. Hutsie, fluts. Oh, ik ben bevroren. Oh, ik heb het ook koud. Zo, ik doe wel even Rito-kleren aan. Hallo? Monsters zijn weg. Heb je die monsters echt verslagen? Je hebt ons gered. Krijgen een drankje waarmee we tegen de kou kunnen. Oh, en schildsurfen. Dat willen ze ons leren. Nou, dat is prima, joh. Ik heb haast. We zijn op missie voor een goud paard. Oh, hier ligt een kist. Vliegerschild. Klinkt wel cool. Weet je wat? Die nemen we gewoon mee. Hier liggen nog veel meer kissies. Oké, koninklijk zwaard hoeft niet. Of nee, in plaats van een tak. Hè. Waarom heb ik überhaupt nog een tak bij me? Dit is ook nog het enige gebied trouwens waar ik nog een toren moet doen. Even kijken of ik die kan zien. Laat ik die eerst even meepakken. Dan kan ik gelijk heel de map verkennen. Oh, moet ik de brug maken? Is goed, joh. Dat kan ik. 1, 2, 3. Hartstikke idee. Ja, fantastisch bruggetje hoor. Je moet wel een beetje zelf klimmen. Ikida steengroeven. Hoppakee. Zo, dit is het laatste gebied. Althans voor mij. Want voor jou kan het een heel ander gebied zijn wat als laatste is. Dan kunnen we gelijk even op zoek naar waar die stal ongeveer moet zijn. Ik zie wel een tempel daar. Is die stal daaronder? Ja, daar. Bij de tempel. Toppie. Die zijn gewoon hier naast elkaar. Tempel van Urukhyum. En als het goed is, moeten we hier dan de quest kunnen activeren. En dit is Harlow. En die zegt dus, we hadden hier een goudkleurig paard op stal. Dat prinses Zelda had binnengebracht. Maar helaas is het er op een dag vandoor gegaan. De verdwijning van een paard dat iets te maken heeft met prinses Zelda is nieuws op zich. Maar dat zijn de omstandigheden van de verdwijning die me het meest interesseren. Gewoonlijk was het gouden paard zo'n kalm en vriendelijk dier. Maar toen werd het heel rustig en begon het te hinneken. En toen is ze gaan kijken en toen stond daar plotseling voor de stal de vermiste prinses Zelda. Hoe dichter de prinses bij de stal kwam, des te onrustiger het paard werd. Totdat de arme lieve tot slot in wilde paniek de stal is uitgegalopeerd. Ik wil het paard terugvinden. En daar ergens moet hij zijn, richting het noorden. Maar er vliegt alleen in een groot enorm monster rond. Oh jee. Oké, ik ga op zoek. Wow! Wow! Oké, daar wil ik niet mee vechten. Ik wil niet met die draak vechten. Dat gaan we niet doen. Nee, kom mijn kant op. No. Oké, hij is omgekeerd, gelukkig. No way dat ik met deze draak ga vechten. Echt niet. Want hier loopt gewoon nog iemand te chillen. Die denken, draak, wat maakt mij het uit, joh. Oké, maar dus naar het noorden. Ik ben langs deze draak gekomen, hopelijk. Hopelijk vliegt hier zijn standaard rondje. Oké, ja, gelukkig. Oké, ik zie wel elanden. Hier, mega grote eland. Misschien moet ik eens een keer wat meer foto's gaan maken. Hallo. Daar is die. Daar, je ziet net zijn kop. Heel vet. Kijk hem staan. Oké, dit zwarte paard daarvoor staat wel echt in de weg, jongens. Misschien kan ik zo vanaf de zijkant een beetje aankomen. Nee. Ja. Jongens. Waarom jagen jullie al die paarden weg? Blijf bij dat paard weg, jongens. Jullie laten het paard schrikken. Ja, ik ga deze tomatensoep wel eten. Dan ben ik wat stiller. Heel rustig. Ja, let's go. Let's go. Kalmeer de paard van Zelda. Ja, daar is die. Heel vet. Woe.
Het gouden paard van Zelda. Oké, nu moeten we hem terugbrengen naar de stal. Ze doet nog een beetje waar ze zelf zin in heeft. Zo, die is wel echt veel sneller, joh. Wow, die gaat als een malle. Is hier zo'n veeën-ding? Ja, nice. Oké, maar misschien moet ik dit in de volgende video even gaan doen. Dan moet ik even langs al deze veetjes gaan, want die kunnen natuurlijk je gear beter maken. Zo, even een stempel neergezet. Oké, ik kom later bij je terug, grote bol. Wortelknol-ding. Mevrouw! Kijk eens wie ik hier heb gevonden. Geen twijfel mogelijk. Ik heb geen flauw idee hoe ik het heb klaargespeeld. Maar dit is het paard waar de prinses voor zorgde. En dat is ontsnapt. Ik was zo bezorgd, maar je hebt het gevonden. En die pen die zegt, ongelooflijk. Hoe heb je een collega probeert de show van me te stelen? Zo verlies ik mijn reputatie als topverslaggever. Nee, ja, maakt een grapje. Alles wat jij doet als mijn collega straalt positief af op mij. Goed gedaan, ik ben trots op je. En volgens mij is dit paard al aardig gesteld op je. Als het voor jou geen probleem is, zou je deze liefde dan met je mee kunnen nemen? Prinses Zelda had me namelijk gevraagd om iemand te vinden die er goed op kan passen. Yo, dit wordt ons nieuwe paardje. We krijgen ook het koninklijk hoofdstel en het koninklijke zadel. En nog een energiedrankje. Nou, dankjewel. En van de pen krijgen we nog 50 roepies. Als je doorgaat met het uitvoeren van onderzoeken, wordt je basissalaris hoger en kun je ook bonussen verdienen. Oké, cool. Joe, later. Dus we kunnen ook al die quests met pen nog gaan doen natuurlijk. Ik wil graag dit paard registreren. Oh, we moeten dit paard nog een naam geven. Ik noem hem Zolda. Dat is gewoon ter ere van Zelda, maar dan de paardennaam. We gaan natuurlijk wel het koninklijke zadel gelijk erop doen, hè. Koninklijk hoofdstel, ja, dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Supermooi. We kunnen de manen wijzigen, maar nee, ik laat natuurlijk gewoon de originele manen. Die zijn gewoon het mooiste bij dit paard. Kijk eens even, wat een prachtpaardje, joh. Oh, super nice. En op deze manier krijg je dus het gouden paard van Zelda. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En laat dus in de comments weten wat jij wil dat ik nog ga doen. Het liefst ook dingen waar ik wat aan heb om Ganondorf's ass te kicken. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!